Ik haat jou, mevrouw. Nu moet ik weer terug naar binnen. Hoi, daar is Gerry weer. En vandaag gaat Gerry weer een heel leuk avontuur beleven. Ja, niet bezoeken, beleven. Maar voordat Gerry gaat beginnen, moeten jullie even 2 duimpjes omhoog doen. Ja, dan hou ik er gewoon even in, Gerry leuk. En je moet niet even vergeten om daar te abonneren. Daar is het abonneren, moet je niet even vergeten. Zij deed ook al, waarom staat het abonneren? Ik hoop dat je gaat genieten voordat we echt helemaal gaan beginnen. En voordat we gaan beginnen, moet je niet even vergeten om gezond te gaan eten. Als je niks in huis hebt, dan loop je gewoon naar een prullenbak zoals die. En dan halen we de deksel eraf en dan vind je vast nog wel een lekker stukje bananenschil of een verrotte appel. Is best gezond. Veel kijkplezier en doei. Hoi Pieter, ik zie je binnenkort. Dankjewel hè. Gerard heeft een idee. Gerard wordt buschauffeur. Ja. Zo, Gerry heeft zijn tasje mee. Kijk, dit is echt zo'n standaard buschauffeurstasje. Ja, voor Gerry wel even leuk om die mee te nemen. Heb ik een banaantje gedaan, een appeltje en wat fris die voor onderweg. En nu moeten we een bus gaan uitzoeken. Gerry is er helemaal klaar voor. Oh, idioot. Jezus. Hallo. Hallo. Heeft die een bus gezien? Met een busje? Nee, een bus met een chauffeur erin. Ja, ik ben met een bus met een chauffeur. Ja, maar zo'n grote bus. Het is een grote bus, meneer. Nee, waar personen in gaan, snap u? Zo'n gewoon een lijnbus. Een lijnbus? Een lijnbus. Oh, lijnbus. Nee, ik moet een bus hebben, dus ik ga weer verder. Dag. Ja. Ik bel je als ik een bus heb. Oh, bus! Ik zie een bus. Hey, busje ver. Oh, ja, je bent er vanaf. Dat is allemaal goed. Wat stapt u nou in? Oh, ik ga er weer even uit, hoor. Nee, deze buschauffeur was niet zo lief. Goeiedag meneer. Ik stap in. Ja, goeiedag. Stap er lekker in. Heeft u wel een OV-chipkaart bij u? Ja, ja, heb ik. Kunt u die even scannen bij mij? Piep, piep. U heeft geen saldo. Meneer. Ik had 5 euro op staan als schutters. Ja, dat is te weinig. Ja, doe maar 5 euro erbij dan. Oké, zo. Oké, nou dan gaan we meneer. Waar moet u heen? Sportschool. Waar is dat? Geen idee. Ja, weet ik ook nog niet. Ja, we zijn er. Stap eruit. Niemand? Okay. Nee, niemand. Daar gaan we weer. Oh, ik heb even een probleem met de deur hoor. Wacht even. Ik stap heel even uit. Even kijken met die deur. Misschien werkt die nu weer hoor. Helemaal goed. Maar, kun je me dan aan de andere kant van het blokpark neerzetten? Nee, dat gaat mijn route niet langs. Kijk eens meneer. Wacht even meneer, wacht piep, even. Piep piep. Voor de dag hé. Pas op man. Nee, ik snap het wel. Of morgen lekker weer is. Nee, dat weet ik niet. Het kan zijn dat het lekker weer is, je weet niet. Moet je anders even bijbegrijden gaan? Ja, bijbegrijden. Dat is altijd beter. Hoe bedoel je? Ach, mee. Ja, ik bel even aan de vrie. Oh, zo. Nee, dat weet ik nog niet. Waarschijnlijk wel hoor. Geen probleem. Ja, wat? Oh ja, nee. Waar ik nu ben? Ja, kom maar aan. Hij zei maar niet. Nee, snap ik wel. Ja, op die fiets. Snap ik. Ze denken dat Gerry aan het bellen was. Hij heeft gewoon 2 doosjes kunnen halen. Wat een goede kerel. Dit is voor mij even Rijnkentekbewijs. Nee. Kijk eens hier. Dit is mijn politiepas. Waar zijn we? Kun je aanwijzen waar we zijn? Wil je even mijn pas teruggeven? Ja, kijk. Meneer, waar zijn we dan? Zijn... Geef me gewoon een... Oh, daar. Zijn we de inbouw. Wacht, zo of andersom? Hoe moet hij nou? Rechtop of schuin? Ik ga hem niet... Ah, jezus. Ik blijf van me. Nee, ik ga even verdachtes rondbellen. Is gelukt? Oh, eentje heb ik. Hop, 2 ook. Nou, dat was heel moeilijk. Meneer, ik speel even een leuk muziekje hoor. Ja, stop die muziek in je reet. Hey Gerry. Hey Gerry. Hallo Gerry. Gerry, ik ben buschauffeur. Alleen, ik mis mijn bus. Ik kan mijn bus niet meer vinden. Ben je je bus kwijt? Nu kan ik dus niet mijn passagiers wegbrengen. Als ik een bus tegenkom, ga ik jou bellen, Gerry. Ja, wel een goeie, hè? Wel een goede bus? Zijn er ook minder goede bussen dan? Oké. Je moet er eentje van Grevens erheen hebben. Ja, niet vergeten, hè? Ik kan jou vergeten, dat kan ik toch niet? Nou, maar vorige keer had ik een voicemail en heb ik ingesproken, maar ik nooit nog een antwoord op gekregen. Ja, toen ik jou terug ging bellen, kreeg ik een berichtje, ik lig momenteel te slapen. Heb ik zo'n luxe telefoon? Ja, blijkbaar. Oké, nou. Die vertelde mij, met Gerard, ik lig te slapen. Momenteel ga ik jou dus niet beantwoorden. En Toos ook niet, dat kreeg ik te horen. En wie heeft dat ingesproken? Jij? Dat kan helemaal niet. Ja, echt? Bijzonder. Ja, of het was misschien een beetje Henkie. Oh. Doei. Meneer de buschauffeur, ik moet even met u praten. Hallo. Gerry. Huh? Wat heb ik je beloofd? Ik heb je bus gevonden. Ja, maar dit is niet de lijnbus. Dit is toch de bus die je zocht? Je zegt tegen mij een dashoutbus. Dat heb ik nooit gezegd. Jawel, dat zei je wel. Nee, maar
Ja, ik had hem in de kofferauto gepakt om hem te ontmaskeren. Maar dit is helemaal niet mijn bus. Maar is dit niet jouw bus? Nee. Oh, maar hij rijdt wel lekker. Oké, okay, dankjewel hè. Succes hè. Dankjewel Rick. Hoe is het achterin? Allemaal goed jongens? Laat van je horen in 3, 2, 1. Ja, zit helemaal niemand in mijn bus. Heeft iedereen wel ingecheckt? Nee, ja. Niet bij mij. Ja. Ja, ik heb ingecheckt. Door in mijn bus. Dat is allemaal netjes. We gaan even een controle doen. Kut. Even kijken. Dames en heren, achter in de bus, wil jullie allemaal even je bek houden, alsjeblieft, dankjewel. Volgende bushalte. Waar gaat deze bus eigenlijk naartoe? Moet je die mensen uit? Hoi. Iemand bezwaar dat ik een sigaret opsteek in de bus? Ja, de busje voor jezelf. Oh, ja, dan. Hey, joh, gaan we nog verder of wat? Hey, ga eens even zitten, dikzak. Nee, waar is de volgende halte? Koffiepoot. Kijk, dat klinkt goed, meneer. Hey, blijf eens zitten, allemaal. Hey! Kassen. Hallo! Meneer chauffeur, de deur ligt eruit. Ja, nu ja, toch dat heeft Gerry ook wel gezien. De deur is eruit gevallen, zag ik. Ja, kom mee. Echt? Hier ligt hij. Ah, nog helemaal niet gezien. Normaal. Hoeveel kost het kaartje? Stap het gewoon in. Ik denk dat hij vol zit. Zit met je oranje. Meneer, kijk eens even naar de bus. Ja. Is je vol? Weet het, maar hij is niet vol. Dat is niet zo moeilijk, doen gewoon instappen. Ik ga niet langer wachten. Hij gaat dat ik kon instappen. Daar is geen deur. Voorin instappen. Ja, dat snap ik ook wel. Ja, stap dan in. Ja, dat gaat toch niet. Ga achter mij zitten dan. Ja, wat achter jou? Er zit er genoeg plek of niet? Ja, dat zie ik ook, maar ze stinken wel die plekken. Maar ik kan er niet gaan zitten. Hoezo niet? Hé! Huh? What the fuck? Er zit niemand achter het stuur! Hey! Mijn bus! Bus! Mijn bus! Uitstappen! Mijn bus is gestolen! Gerard heeft een leuk idee. Gerard gaat geld pinnen, gaat naar de bouwmarkt en gaat een winkeltje bezoeken. Ik heb een hamer. Als je niet mee bij een slag, je helemaal de pleuren zit. Misschien kunnen we dit als lokaas gebruiken. Als deze mensen nou in blijven zitten en ik deze auto zo neer ga zetten. Ja, jeetje. Oké, we wachten nog even. 3 hours later. Poging 3.241.001. Nou, gaat u er nu wel zin in, meneer? Verdikkie. Ja, het werkt. Oké, weg hier. Snel. In de kofferbak. Leeg in de kofferbak. Ja. Oké, jongens. Nu is het helemaal volgens plan. Oh, dat is politie. Politie. Wat een cirkel. Oh, komt ie weer. Daar is cirkel. Zo, jezus. Oh, ik heb lang geslapen, zeg. Echt niet normaal hoe lang ik heb geslapen. Lag wel lekker, moet ik eerlijk zeggen. Wat een jungle. Jezus, wat een idioot. Jezus. Ja, ik wou proberen te remmen, maar hij reed door rood. En toen ging ik glijden. Maar dit vind ik niet kunnen, meneer, dat u door rood rijdt. Nou, volgens mij reed u door rood. Heb je bewijs? U gaat mijn geld geven, anders sla ik u met deze hamer. En dat wilt u niet. Hey! Oh, idioot. Oh nee, geen geen problemen. Oh. Ja, ik zoek een collega van jullie. Gerard, wacht, stop. Even, wat is aan de hand? Wie zoek je? Ik zoek een collega van jullie, heeft me aangereden, maar ik wil geen geld betalen. Ik kan je wel helpen, hoor. Nee, ik zoek hem, ik wil wraak op hem nemen, maar hij wil niet geven. Gerard, je gaat nou die hamer wegleggen en ik vraag je niet nog een keer vriendelijk. Oké, is goed. Waar is je collega van jullie? Nee, die hamer gaat eerst eens weg. Ja, maar je hebt het nu een paar keer vrienden. Gaat goed? Jezus, pas op man. Ik heb maar een hamertje. Oké, ik leg hem wel even in mijn kofferbak. Hij is gewoon heel ergens verstopt en hij weet niet waar. Maar... Oh, is hij verstopt? Ik ga hem zoeken. Die hierin? Hij zit zich aan het verstoppen. We moeten gaan vinden, meneer. Kunt u hem lopen? Hij zit vast ergens verstopt. Kijk, weet je wat er gebeurd was? Hij reed door groen. Ik reed door rood. Hij rijdt mij aan. Mijn auto... Hij reed door rood. Ik reed door rood, ja. Hij rijdt mij aan, maar hij wil geen geld geven. Ja, dan wil geen geld boos. Bent u het? Ja, ik ben het, ja. Oh, lul, ben jij zeef behangen. Kom maar op. Gerard, op het moment dat je het aangifte doet, heb jij een probleem, Gerard. Althans, dat neem ik aan. Ik moet weg. Gerard moet weg. Gerard had 100 jaar gehouden. Met Gerard. Hey, met Joost van de politie. Hey, Joost. Hey, waar ben jij? Wat dan? Nou, ik was nog niet uitgepraat. Maar jullie gaan me aanhouden. Als jij je netjes gedraagt, dan niet. Maar waar ben je nu dan? Waarom wil je dat weten?
Waarom? Omdat ik het gesprek nog niet klaar was. Ja, ik heb wel, maar Geri kan niet. Nee, yes. Geri kan niet. Geri kan niet. Nee, nee, okay. Nee. Want Geri is buschauffeur. Ja, ja. Geri ja. Is buschauffeur. En waar werkt Geri als buschauffeur? Bij de wel mooi weer, hè. Hey, maar waar ga je die mooie bus van jaren? Want het staat ergens op een depot, toch? Ja, 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 klopt. Ja, maar wij mogen er toch gewoon een kopje koffie van drinken? Ja, maar dan moet je even een afspraak maken via de website. Via de website. Ja. En wat is de website dan? www.buschauffeur.nl. Oké, ga ik dat eens even invullen. Oké. Dat moet op je telefoon. Kijk, Gerard, mijn collega's ouderwets, die heeft zo'n telefoon die zeg maar nog geen internet erop heeft. Ja, dat is heel slecht. Joost was een beetje boos. Hoi! Doei, man. Au! Adiot! Lapsmans. Jezus! Oh, what the fuck? Mijn auto! Verdikken, wat heeft hij nou gedaan met mijn auto? Hij ligt op de kop. Aangezien ik je aan moet houden. Hey! Joost, dat had je niet beloofd. Maar Joost, ik kon niet op gesprek komen, anders had ik natuurlijk gekomen. Maar ik wil niet mijn blietje brengen. Ik stuur maar een bosje Meneer, doe het niet! Ja, maar daar gaat mij in. Bijna. Dus vandaar dat ik Gerrit snel even weg moest. Want je moet je wel hebben natuurlijk als je in de bus zit. Anders word je aangehouden. Nou, papieren gaan we dat niet straks, bij je. Dan heb je straks weer een probleem. Dan wordt de politie weer boos. Word je aangehouden. Dan ga je misschien wel weer naar het politiebureau. En dan krijg je weer een boete. Misschien ga je dan wel naar de gevangenis. Je weet het allemaal niet. Maar ja, kijk, ik dacht ik moet snel met die bus terugdraaien. Want anders kom ik weer te laat. En dan worden de passagiers weer boos. Dan krijgen we vervelende belletjes. En zo wordt is allemaal heel moeilijk. Wist u dat een mier net zo sterk is als een andere mier? Meneer, ik spreek je de volgende keer. Was gezellig. Dan ga ik. Ik weet de weg waar ik uitkwam. Ik zag het net. Ja, maar we gaan via dat is de uitgang. Nee. Kijk, dat is meneer... gevaarlijk. Nee, het is toch gevaarlijk om over de weg te lopen. Ach, nou nee, dat risico neem ik. Hey, succes en werk ze. Ik ga je 3 opties geven. Ja. We zien, hou je van wat te eten. Ja, klopt. En wij schijnen binnen een heel lekker buffet te hebben. Ja. Zo, kijk eens aan. Wees vrij. Alles wat hier is, mag je pakken. Veel te gezond. Zie ik nu al. Oh, kan die even omkleden. Even kijken. Gerard, eten is klaar. Ah, Gerard is binnen. Gerard is binnen. Ga ik eens even kijken. Gerard, ik zie Gerard niet. Heeft hij zich misschien opgesloten in de kluisje? Ja, dat weet ik niet. Hey, maar wie ben jij? Ik ben advocaat. Jij bent advocaat. Maar wat doet een advocaat hier? Ja, ik zat nog even... Ik kom van hier op de wc, zat ik even te poepen. Ik zat aan het diarree. Dat heb je in iemand zijn kluisje gedaan dus. Want ik ben advocaat. Aangenaam. Ja, opa thuis. Kun je deze deur uitmaken? Ik ben iets te laat natuurlijk. Ja, dat kan niks zijn. Hoe jij dat? Ja, kan dan wel. Ja, nee, maar ja, is goed. Okay. Ik heb een ander broodje gekregen. Nee. Ja, is een beetje verouderd. Ja, dat kan gebeuren. Hey, maar advocaat, heb je in ieder geval nog een D-kaart van mij? Even voelen hoor. Dat zijn het snijden mee. Ach, verdikke me. Ik weet het precies waar die is. Waar is die dan? Oh nee. Shit! Dit zal toch niet? Ik dacht al, ik stond op tijdens het. Nadat ik heb gepoept, stond ik open. Toen hoorde ik al nog een plons. Toen dacht ik, misschien is het nog een eindrolletje. Je weet wel, dan heb je ook wel eens, of niet? Toen heb ik toen doorgespoeld, dus ik ben alles kwijt. Ah, verdikke me. Dan moet ik heel snel naar de riolering, meneer, toe. Want anders komt het helemaal niet goed. Nou, hey, dan gaan we bij je naar buiten. Ja, shit. Wat is je naam? Je naam was opa Toos. Ja. Oké, ga ik dat in ieder geval even noteren. Ja, is goed. Oh, nee, je moet heel snel zijn. Wat een ongelofelijke aap. Hij is in mijn Geri-grapje getrapt. Gerard is heel blij. Ik had het natuurlijk wel uit dat dit Gerard was. Maar Gerard zag de kleedkamer en zag dit potje hangen. Dus heeft hij snel aangetrokken. Hihi. Nou, die was hem dan weer. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze prachtige video. En ik hoop dat je nu hebt besloten om te gaan abonneren en even een duimpje omhoog te gaan doen. Want we zijn bijna bij die 19.000 abonnees. En dan moeten we nog 1.000 en dan hebben we 20.000 abonnees. Oh, fantastisch als dat zo is. Dus abonneren daar. Niet vergeten. Moet je echt niet vergeten hoor. Het is heel stom als je dat vergeet. Het is heel veel. Het doet ook pijn aan die tijd hoor. Nou, eet gezond. Eet broccoli. Eet sla. Meng dat met een lekker beetje mayo. En dan zeg je tot de volgende keer. Auf Wiedersehen. Bonjour. En ja.